Ik ben wel bezig. Ja, maar ja, daar ben ik echt wel bezig. Ik heb ook in de pijl. Ja, ik heb ook in de pijl. Als hij daarna ook de regeringsmacht zou kunnen krijgen. Dat zal betekenen dat een verstandige koers wordt losgelaten. Met het risico op dezelfde chaos die we in Engeland op dit moment zien. In Amerika op dit moment zien. En ik pleit voor een stabiele koers. Geen experimenten in de komende jaren. Dat lijkt uit de belangstelling te verdwijnen, namelijk dat het kans nog steeds levensgroot is dat op 16 maart Geert Wilders de grootste is. En dan betekent het dat in een Europese en zelfs wereldwijde trend van verkeerd populisme Nederland het volgende omvallende domino-steentje is.